pizza altijd eerst zo vlecht en dan doet je zo. Ja. Maak je van de staart een vlecht. Ja, dan gaan we eerst de penning erboven doen. Maak een simpele vlecht. Simpele vlecht. Ja. Het ziet heel erg lastig uit, maar het is super simpel. Ja, dat is juist het leuke. Dat mensen denken, oh, ingewikkeld. Dit? Goed, hè? Ja. Oké. Even kijk, we hebben dus gewoon een vlechtje gemaakt, zo. Zeker limbo. En die gaan we zo meteen naar achter in haar staart. Dus we gaan omdraaien. Echt nu. Ja. Zo. Dan. En dan hebben we hier een epicycle gedaan, zo. Hier zo. En dan ga ik daar een gaatje in frummelen. En dan doe ik de staart daar doorheen. Kijk. Eén. En dan doen we dat nog een keer. Kijk, dit is de staart geworden met de vlecht aan de bovenkant.